Phonix kookt. Phonix DJ's zijn vandaag hier in Utrecht om een maaltijd klaar te maken voor jongeren zonder vaste woon- of verblijfplaats. Wij gaan ze een leuke avond geven met heerlijk eten. Ben begonnen in de dirt, ging met oma naar de church. Maar ook daar waren crimineels met die domme logo's op hun shirt. Ze gingen prayen voor die work, ze gingen prayen voor die work. Blessing met de curse, blessing met de curse. Phonix kookt dit jaar. Vertel ons daar wat meer over, man. Ja, dit jaar koken we ongeveer voor 50 thuisloze jongeren uit een aantal steden uit Nederland. Dit is naar aanleiding van de NOS op 3 en Phonix special, dat over een ex-dakloze jongen gaat, Ferdy. Op het moment dat je echt dakloos bent, dan heb je het gevoel dat je er helemaal alleen voor staat. Je hebt geen mensen om op terug te vallen, je hebt geen familie die met open armen op je zit te wachten. En je moet het eigenlijk helemaal zelf doen. En met dat verhaal, die interactieve special, willen we laten zien hoe een leven van een dakloze jongere is. En een mooie afsluiter is een diner met thuisloze jongeren. Love me like no one else get you higher. No one else get you higher. Wat vind je van de sfeer hier vanavond? Het is hartstikke gezellig. Je ziet al die jongeren gewoon met elkaar kletsen, praten, alsof ze elkaar jaren kennen. Ja, ik vind het super gezellig, super leuk om andere jongeren te leren kennen. En ja, het is gewoon een super evenement. Ik heb rijstbruine bonen. En dat noemen wij de moro. Dat ja. Lekkere lekker. Ik heb het dus geproefd. Ja. Heerlijk. En ik heb macaroni salade gemaakt, verse salade, bakbananen. Dus alles erop en eraan. Nou, het is jammer dat je hem niet kan ruiken thuis, maar... Kijk. Ja, hij ruikt wel lekker en niet aangebrand. Hassan, hoe is het? Ik heb een beetje gekookt, ik heb afgewassen, heel veel gesneden. De mannelijke collega's hebben vandaag meegekookt. Ja. Hoe hebben ze het gedaan? Die waren wel goed bezig, ja. Eerlijk is eerlijk. Hassan, Idris, Sander. Wie heeft niet goed meegeholpen? Misschien moet snitch. Je op zoek gaan naar... Oh ja, dan ben ik een snitch, hè? Nee, je bent niet het snitch, hoor. Zeg nou. Alsjeblieft. Misschien moet je op zoek gaan naar iemand met een staart. Maarten, wij zijn op zoek naar jou. Ik heb een paar kippertjes omgedraaid. Ja, en dat ging mis? Toen werd ik de keuken uitgestuurd, ja. Okay. Wat betekent zo'n avond voor de jongeren? Voor de jongeren kan ik niet zeggen, maar wat ik wel hoop is dat ze zich gehoord voelen. Dat er iemand naast luistert. Met zo'n uitzending willen we toch aandacht vragen voor de problematiek onder andere thuisloze jongeren. En ik hoop gewoon dat ze een warm welkom hebben. All night long. Wat vind je van het feit dat Phonix DJ's gewoon even geen radio maken, maar de keuken induiken om voor jullie te koken? Het is heel leuk. Ze schuiven ook aan tafel, ze gaan met je in gesprek. En dat vind ik echt wel leuk, ook naar de jongeren toe. Dat ze ook gehoord worden en dat er ook interesse in hun wordt getoond. Wat wil jij meegeven aan jongeren die denken dat dit een soort van... taboe onderwerp is? Het is eigenlijk, geen taboe. Het is een maatschappelijk onderwerp en eigenlijk, het kan iedereen gebeuren. Het is gewoon dikke pech eigenlijk hebben. Verkeerde plek, verkeerde momenten zijn. Ik denk zeker dat het nog een taboe onderwerp is. Ik denk dat mensen denken dat het heel ver van hun bed ligt. Maar je uitkering hoeft maar gestopt te worden. En het is al eigenlijk, begint het proces dan al, richting dakloosheid. Het is belangrijk om te blijven praten. Het is belangrijk om hulp te zoeken. Wat jij mee hebt gemaakt, maakt jou sterk. Ik heb zelf in de situatie gezeten en nog steeds, want ik heb geen vast woonverblijf. Maar praat met iemand, ga op internet naar hulpverleners zoeken. Want elk jongere heeft recht op een leuke toekomst en een fijn leven. En hou die moed, echt. En dan bereik je echt veel. En het belangrijkste is, je bent niet alleen. Er zijn zoveel andere jongeren die er zijn. Er wordt gedaan alsof het er niet is, maar het is er zeker. En hulp zoeken is het enige wat je kan doen. Maar je moet het uiteindelijk wel op eigen kracht doen en je moet het gewoon niet opgeven. Ik ben gezegd, ik kan niet falen nu. We stonden in de regen zonder paraplu. De honger hield me wakker, maar we trappen nu. Vroeger was ik scared, maar nu wordt mijn gouden hit. Ik wil meer. Blessings, blessings, super bless, bless.